Nou, ik loop in een dorpje waar dus gewoon een heel feest aan gang is. Met allemaal stieren. Nou mensen, jullie zouden het niet geloven, hè? Maar ik zit gewoon in de auto in Spanje. Dat is toch geweldig. Ik zag een bordje met Denia staan. En dat is dus een stadje of een dorpje. Wat is het eigenlijk? Een stadje. Een stadje is het. En we gaan naar de bestemming. En dat wordt leuk. Oké mensen, we zijn nu in Denia en super leuk. Ziet er mooi uit. In Spanje is alles altijd wel een beetje oud, hè? Dat ziet er allemaal een beetje oud uit. Ja. Maar niet altijd, want er zijn ook denk ik wel steden die er minder oud uitzien. Maar nu ziet het er ouder uit. Dus dat is wel leuk. Lach je me nou uit? Nee. Oh, oké. Okay. Spaanse ijskraan, daar. Nou, ja, en dan sta je hier. En dan weet je mijn god niet wat je moet doen. Omdat ik, als ze nou weg zouden rijden, ik zou echt niet weten waar ik heen zou moeten gaan. Maar ja. Mooie boot. Pst, wat doe je? Ik weet het vaak. Pst. Hij reageert ook niet, laat maar dan. Ops. Dit is de grote veerboothaven naar Mallorca en naar andere steden. Dus als je naar Mallorca wil, pak deze man. Pak die. Zo prachtig. Het is echt heel mooi. Mijn ouders boeien het niet, maar ik vind dit vind ik echt prachtig gewoon. Kijk mensen, dit is een katamaranboot. En dat is leuk, zeker. Oh joh, allemaal boten. Die zijn later van mij, man. Ik weet zeker. Kijk hoe. Oh joh, man. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Kijk, dan denk je fucking dure boten en dan heb je zo'n oud gebouw. Ja. Misschien wordt het wel geruïneerd of zo, maar nu ziet het. Het is geruïneerd. Kijk, die is aan het vechten met een zwaardvis of zo. Ik weet niet wat dat is. Ja, wel vet man. Wel vet. Zeker. En dan denk je leuk met je vader en moeder op stap te gaan. En dan zijn ze gewoon footsie. Zijn ze gewoon verdwenen. Ik wou gewoon een mooie shot maken, weet je wel. Voor jullie. En dan zijn ze opeens weg. Dat nou weer, man. Wow, dat zijn pas veel boten. Moet je kijken, dit is gewoon niet normaal. What? Helemaal eng, man. Allemaal kleine boten, allemaal grote boten. Je ziet verschillende boten gewoon. Het is gewoon niet normaal, maar ik zit dit af te vragen wat dat gebouw daar is. Wacht, ik ga dat even filmen. Kijk, dat leek net gewoon een vliegveld of zo daar zo. Maar ik weet niet wat het is. Misschien is het een vliegveld voor boten. Maar, ja. Kijk, ik vroeg aan mijn moeder wat die dingen zijn. En dat zijn marktstalletjes. Even kijken hoe dat eruit ziet, dacht ik. Wat? Het leek net gewoon garageachtige dingen. Nee. Moet je deze zien, man. Kijk hoeveel. Gewoon niet normaal. There's a distance between us. It's gay. Nou mensen, dit is het strand. Moet je die bergen zien, man, dat is niet normaal. Maar dit is het strand. En als jullie goed kijken, zien jullie daar allemaal mensen liggen. Nee, dat mag niet terug.
terug. Er is niks voor niks hier in touw, hè? Ook niet luisteren. Nee, dat dacht ik al. Precies. Dat zou ik ook niet doen aan mezelf. Oké, mensen. Wie loop ik dan? Zij hebben echt geen respect of zo voor mij. Het is gewoon super erg. Want ze lopen gewoon meter van me vandaan. Dat ze gewoon voor me schamen, geloof ik. En het is best wel erg eigenlijk. Dat ze gewoon voor me schamen. Maar... nee, grapje. Nee, ze... kijk. Dat daar zo. Heel oud gebouw. En ja, verder weet ik het niks te zeggen erover. Ik weet ook niet heel veel erover. Maar het is wel een mooi gebouw. Oké, mensen, we gaan naar het kasteel toe. Oké, mensen, we zijn in een dorpje, stad, hoe heet dit? La Gaia. En we komen aan om de sleutel van het appartement te vragen, of het huisje. Oh ja, hoe noem je het huis? En er is gewoon een stier, gewoon. Niet normaal, man. Dus ik ga even filmen. Ja, dus jullie zien straks een stier. En dit is wat ze in het dorp doen om iets te vieren. Nou, ik loop in een dorpje waar dus gewoon een heel feest aan gang is. Met allemaal stieren. Oeh. So take my hand, join the army of the shadow. Er staan allemaal mensen stier uit te dagen.